Wil je deze man met lekker eten naar opa brengen? Natuurlijk, zei Roodkapje. En ze ging op weg. Ga niet van het pad op, Roodkapje, zei moeder. Dan kun je niet verdwalen en kom je vanzelf bij opa. Roodkapje deed wat haar moeder had gezegd. En huppelend en zingend volgden ze het pad. Ga naar Grootgroeipoepjes brengen in het bos, in het bos. Ga naar grote koekjes brengen in het bos. Onderweg kwam Roodkapje de jager tegen. Waar ga jij naartoe, Roodkapje? Vroeg de jager. Ik ga naar grootmoeder, ze is ziek. Dat is aardig, zei de jager. Blijf wel op het pad, meisje, want anders verdwaal je nog. En pas op voor de wolf. Maar Roodkapje was helemaal niet bang voor de wolf. En ze huppelde vrolijk. Ik ben niet bang voor de boze wolf. Oh, zullen we erin kijken? Het is een toverspiegel. Kom, zullen we erin kijken? Nee, ik durf niet. We gaan het gewoon doen. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is het mooiste van de wand? Te pakken. Ja. Ja, daar is het bommen en granaten, maar zijn we ontsnapt. Ja. Nou. Hey, hoor ik dat er hier een Noah in het bos is? Al die drukke kinderen, daar word je toch helemaal niet goed van? Help me! 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 Help me!
even. Hier. Ja, laat ze binnen. Ja. Dat is een bommenegger. Jullie nog naar het bos te komen vanavond? Ha, ik ga jullie grijpen! Yeah!